In oorlogen zinken veel schepen. Aan archeoloog Martijn Manders vraag ik of er ook oorlogsschepen voor onze kust liggen. Er liggen heel veel oorlogswrakken, maar uit heel veel verschillende eeuwen. Het laatste is dan de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. Dat kunnen bijvoorbeeld voorpostenboten zijn die de kust hebben beschermd voor de Duitsers. Onderzeeërs of echte kruisers. Een goed voorbeeld zijn de drie Engelse kruisers uit de Eerste Wereldoorlog. De Hoke, de Cressy en de Aboukir. Kan je die aanwijzen? Ja, dat is even kijken. Ja, hier zo ergens. Bij deze drie kruisen zijn enorm veel mensen om het leven gekomen. We hebben het over meer dan 1400 levens die verloren zijn gegaan. Bij het torpederen van deze drie schepen. Dus het zijn eigenlijk ook een soort graven? Ja, zo kan je dat wel zeggen. De mensen zijn niet omhoog gehaald. Ze liggen daar nog. En het zijn een oorlogsgraven.